Anna op de kermis. Vandaag is het een heel speciale dag. Opa komt Anna halen om samen naar de kermis te gaan. Met op stap gaan met opa is altijd leuk. Anna heeft een hand en opa. Zo kan er niets gebeuren. Jippie, roept Anna. Kijk daar, een draaimolen. Ik wil in dat vliegtuig, opa. Maar ze moet nog even wachten. Opa moet eerst kaartjes kopen aan de kassa. De mevrouw van de kassa komt de kaartjes ophalen. Maar waar is het kaartje van Anna? Ze is het toch niet kwijt? Zet het in haar jaszak of in de zak van haar broek? Anna zoekt en zoekt. En ja, hoor, daar is het. Het vliegtuig gaat lekker hoog. Helemaal tot in de wolken, denkt Anna. Wat kriebelt dat in haar buik? Ze zwaait en roept heel hard, opa. En opa zwaait heel hard terug. Als de draaimolen stopt met rondjes draaien, wil Anna nog een keer. Maar opa heeft een beter idee. Hij loopt met Anna naar het eendjeskraam. Daar krijgt Anna een vislijn en een grote kom. Ze mag wel 5 eendjes vangen. Niet makkelijk hoor met die kleine vishaak. Hé opa, roept Anna. Ik heb 2 eendjes tegelijk gevist. Een groen en een roze. Ze gooit ze allebei in de kom. Er liggen al 3 eendjes in. Dat is samen 5. Anna is klaar. Nu mag Anna een geschenkje kiezen. Dat is moeilijk. Neemt ze de pop of die groene auto? Nee, Anna kiest de trompet. Toet, toet, klinkt het hard. Het is leuk op de kermis. Anna krijgt er honger van. Natuurlijk koopt opa een grote zak oliebollen. Lekker met al die witte suiker erop. De zak is snel leeg. Maar kijk eens naar Anna. Is het plots beginnen te sneeuwen? Of heeft Anna een beetje geknoeid? Haar jas, neus en wangen zien helemaal wit. Van de suiker gelukkig heeft opa zijn toverzakdoek bij zich. Hocus pocus pas. Ik wou dat elke vlek weg was, lacht opa. En dan is het Anna's beurt om te lachen. Ze wijst naar opa's jas en kin. Opa kan ook wel een toverzakdoek gebruiken als oma dat zou zien.